Yo gasten, Vlogmas dag 3. Vandaag ga ik op reis. Samen met mijn vriendin. Hey. Welkom bij de Vlogmas. Vlog nu, nee, ik vlog pas. Ja, huwelijksreis. Doe jij ook Vlogmas? Ja, doe jij ook Vlogmas? Doe je alleen voor het geld, hè? Hoeveel vlog is dit van jou? Dit wordt denk ik mijn tweede. Ooit. Nee, ik heb toch heel lang gevlogd? Ik weet niet. Ik heb wel eens een Instagram-foto van jou gezien. Doe je ook andere dingen? Yay! Goeiedag, mevrouw. Goeiedag. Jij mag er de komende dagen Instagram-foto's van mij maken. Yes! Toen gingen we naar Gdansk, een klein havenstadje in het noorden van Polen. Out here, bitches! We zijn nu aan het wachten op onze bagage. Yeah. Eenmaal aangekomen moest ik gelijk foto's maken voor mijn rijder Instagram. Ja, maar je moet wel serieus doen. Ik doe bloedserieus. Niet. Wel. You so fucking. Wat? Die was leuk, hè? Smile. Nou, we hebben hem. Influencers moeten eens een keer gewoon het echte leven laten zien. Work. Nou, we zien jullie zo. Ik moet me even volledig focussen op dit harde werk. Wil je eerlijk commentaar? Op elke foto sta ik lelijk. Marije, je begrijpt het gewoon niet. Imperfectie is perfectie. No, it's us. I'm sorry. Yes, it's our honeymoon vacation. A baby? No. Yes, we're getting a small one. Yes. Bye bye! Hoezo noem je mij zwanger? Woehoe. En toen de Instagram-foto er eindelijk op stond, was het alweer tijd voor de volgende activiteit. We gaan een TikTok filmen. Het begint steeds meer als werk te voelen, schat. Mogelijk. Go zo! En dit was het moment dat heel TikTok zag hoe ik gefriendzoned werd. Om te zorgen dat dit nooit meer gebeurt, vraag ik Marije ten huwelijk. Gelukt! Woehoe. High five! Mijn verloofde wilde graag nog even shoppen. En toen gingen we eindelijk naar de hotelkamer. Nou, dit is onze kamer! Nou, hier kunnen we wel even lekker kroelen in. Jongen. Wat heb je allemaal? Tessa! Oh, wat een coole pet. Yes! Super bedankt, Redpoo! Ze gaan me sowieso nooit meer uitnodigen bij Redpoo. Maar ben je serieus? Is dit niet mijn kamer? Waar is jouw pasje? Mijn pasje? Je hebt een eigen pasje. Het is hier veel te vroeg voor Marije. Wat is dit? Yes, hoe benagels! Yeah. Wat is dit? Stop! Ja, als je je afvraagt, wat de fuck is hier gaande? Ik zal het even uitleggen. Ik ga nooit mee met die influencer tripjes en zo. Maar nu was Redpoo van, yo, we hebben een breakdance event. Ik dacht, let's go. En uiteraard is Marije ook mee, want die, ja, die is bij al die dingen. Ik ga nu eerst even sporten met Marije. Ik zie jullie in de gym. Wauw! Waarom ga je nou fietsen? Even opwarmen, ja, fietsen kan je ook thuis doen. Altijd delen is vermenigvuldigen. Kijk waar we staan. We staan bij de casino. Ik ga 1000 slotty op rood of zwart. Of wil je delen? Dan doe ik 100, doe jij 100. Oké, dat gaan we op rood of zwart zetten. Maar wat gaan we doen? Rood of zwart? Jij doet het rood. Ja, ik zeg rood. Oké, okay, maar... we gaan op rood. Ja? We gaan niet zo naar iets. We just wanna play roulette. If you want to sit there. Helaas. Biggest gaan we gewoon illusie? Ja, we gaan gewoon jalas. Jee, nou dat was echt één mega succes. Ah, gelukkig is 1000 slotting voor 230 euro. Ja joh, geen geld. Ik vind die Aaron leuker. Aaron Pieper. Yeah. Nou, update van de honeymoon vacation. We zijn nu aan het kijken welke jongens het leukste zijn. Ja, voor welke jongens zou jij vrienden willen? Ik denk... Pitbull. Mr. 305. En toen was het eindelijk zover. We gingen naar Redpoo BC One. Tijd voor de after! Toen was het tijd om te gaan slapen. Ik
moest alleen nog wat tandpasta lenen van Marije. Hey. Ga allemaal weg! Ik wacht wel. Nou, dames en heren, wij gaan lekker slapen. In ons eigen bed. Ja, in ons eigen bed. Wil jij nog iets zeggen om de vlog af te sluiten? Bedankt voor het kijken. Kijk de video nog een keer. Ons geld terugverdienen van het casino. En zoals we altijd zeggen, later. En nu zou die... Ja, moet je handen zo. Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right?